Universiteit van Nederland. Het water van Nederlandse rivieren, meren en plassen is het vieste van heel Europa. En dat kan vanaf 2027 voor grote problemen zorgen. Zo kan de bouw van huizen verplicht worden stilgelegd omdat het water niet schoon genoeg is. Hoe dat precies zit en welke gevolgen die vervuiling heeft voor ons drinkwater, leggen we uit in deze aflevering. Hoewel jij elke dag nog steeds schoon drinkwater uit je kraan krijgt, staan de drinkwaterbronnen wel echt flink onder druk. Nederland heeft het slechtste oppervlaktewaterkwaliteit in heel Europa. Dus dat zijn bijvoorbeeld meren of rivieren. En dat komt door bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw of industriële vervuiling zoals PFAS dat in het water terechtkomt. Achter iedere druppel water uit jouw kraan schuilt een wereld aan wetenschap en zuiveringstechnieken. Roos Goedhart werkt aan de TU Delft en is specialist in drinkwaterzuivering. Haar kennis wordt de komende jaren steeds belangrijker. Als Nederland hebben we ook nog eens het ongeluk dat we een soort van het afvoerputje van Europa zijn. Lozingen die bijvoorbeeld in Duitsland in de Rijn worden gedaan, die komen ook ons land binnen, omdat het uiteindelijk naar de zee gaat. Ja, voor mij lijkt het al wel genoeg reden tot actie. Maar er komt ook nog eens een harde deadline bij. Want vanaf 2027 moet heel Europa voldoen aan bepaalde waterkwaliteitseisen. Ook wel de kaderrichtlijn water genoemd. Het doel van die regels is om ervoor te zorgen dat elk land in de Europese Unie schoon water heeft. Niet alleen om er drinkwater van te maken, maar ook voor de gezondheid van mens en natuur. Zodat we gewoon lekker in onze water kunnen blijven zwemmen en de dieren daar goed kunnen leven. Binnen die Europese regels zijn er twee dingen waarop getoetst wordt voor oppervlaktewater. Dat is de ecologische toestand van het water en de chemische toestand van het water. Dus de ecologische toestand, dat zijn bijvoorbeeld de waterplanten en hoeveel vissen er zwemmen en of de juiste vissen er zwemmen. En de chemische toestand, dat gaat dan meer over bepaalde gifstoffen die in het water aanwezig zijn of over de nutriënten in het water, zoals stikstof of fosfaat. En om die Europese toetsing te halen, moeten we op beide criteria een voldoende scoren. Het kaderrichtlijn water werkt met het one-out, all-out principe. Stel, een water voldoet al aan 90% van die normen, die zijn al goed genoeg, maar 10% niet, dan voldoet gelijk het hele water niet. Misschien denk je, zijn we niet een beetje te streng voor onszelf? Maar wat goed is om te weten, het doel van de richtlijn is niet dat al het water weer helemaal schoon wordt. Maar het zorgt ervoor dat mens en natuur veilig blijven door niet over bepaalde waardes van verontreiniging heen te gaan. Het is niet zo dat er niks in het water mag zitten, maar we mogen die maximale waardes niet overschrijden. En ik denk dat dat heel belangrijk is om onze drinkwaterbronnen te beschermen, maar ook gewoon voor de gezondheid van ons allemaal en de natuur. In Nederland zijn we afhankelijk van twee drinkwaterbronnen. 40% van ons drinkwater halen we uit oppervlaktewater. Dat zijn dus meren, rivieren en plassen. En die andere 60% is grondwater, dat we diep uit de grond oppompen. Grondwater is eigenlijk een hele mooie, schone bron van drinkwater. Het zit namelijk heel diep in de grond, dus vervuilingen kunnen er moeilijk bij. Echter merken we ook hier dat toch bestrijdingsmiddelen van de landbouw of toch industriële vervuilingen steeds dieper de grond inzakken en dus ook terug te vinden zijn in ons grondwater. En het tweede probleem dat we zien met grondwater is dat door droogte en klimaatverandering zakt de stand van het grondwater steeds dieper de grond in, waardoor het moeilijker te bereiken is om te gebruiken als drinkwaterbron. Door die droogte krijgen we dus ook dat we in de zomers bijvoorbeeld onze tuin minder mogen sproeien. Maar ook voor boeren is dit een probleem. Want zij gebruiken ook grondwater om hun akkers te irrigeren. En soms kunnen zij dat nu al niet meer doen in droge periodes, zoals het gebeurd is in Brabant. Klimaatverandering en de steeds toenemende vervuiling van onze wateren zorgen ervoor dat er steeds minder schone waterbronnen zijn. En dat levert dus nu al problemen op. Gelukkig zijn we in Nederland heel goed in het zuiveren van ons water. Maar wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. En zonder ingrijpen wordt het alleen maar erger. En daarom is die kaderrichtlijn water zo belangrijk. Hoe vervuilder onze drinkwaterbronnen, hoe meer energie en daardoor dus ook geld het kost om daar drinkwater van te maken. Hierdoor zal ons drinkwater uiteindelijk duurder worden. En duurder water is niet alleen slecht voor jouw portemonnee. Onze hele economie wordt erdoor geraakt. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat bouwplannen stilgelegd moeten worden, omdat we ons water niet verder mogen vervuilen. Het komt ook steeds vaker voor dat bedrijven die zich willen vestigen in Nederland, die in hun processen veel drinkwater gebruiken, dat die zich op dit moment niet kunnen vestigen in Nederland, omdat er simpelweg geen garantie is voor genoeg drinkwater. Dus dit is ook slecht voor onze economie.
Dat klinkt als de stikstofcrisis, waardoor ook allerlei bouwplannen stil zijn komen te liggen. Ja, dat klopt inderdaad wel. En we kunnen niet zeggen dat we er niet voor gewaarschuwd waren. Want de kaderrichtlijn water is al opgesteld in 2000. En de deadline is dus 2027. Maar in Nederland gaan we helaas die deadline niet halen. Dat weet je al zeker? Ja, dat weten we al zeker. Op dit moment voldoen de wateren dus echt niet goed genoeg. En de kans dat dit over 2 jaar, zelfs met alle acties die nu in gang worden gezet, gehaald gaan worden, is eigenlijk nieuw. Daarbovenop komt ook nog de groei van de bevolking en de groei van de economie. En naar schatting gebruiken we in 2040 ongeveer 30% meer drinkwater dan dat we nu verbruiken. En dat komt ongeveer overeen met het hele gebruik van de provincie Noord-Brabant in 1 jaar. Zeker in periode van droogtes is er een kans dat er niet genoeg water gaat zijn voor iedereen hier in Nederland. En daarom zijn de drinkwaterbedrijven dus ook altijd hard op zoek naar nieuwe manieren om het drinkwater te zuiveren of op zoek naar alternatieve schonere bronnen. En wij werken dus ook veel samen met die drinkwaterbedrijven hier op de TU Delft. En een van de partners van mijn eigen onderzoek is Dunea. Roos laat ons een kleine plas in Scheveningen zien. Daar werkt Dunea samen met wetenschappers aan een zuiveringsmethode om water van de Maas via zand van de duinen te zuiveren tot drinkwater. Het water van de Maas wordt hier naartoe gepompt. Dat wordt dan via deze infiltratieplassen langzaam de duinen ingefiltreerd. Waardoor bacteriën en virussen er allemaal uitgezuiverd worden dankzij de duinen. En dat wordt vervolgens dan weer opgepompt om er schoon drinkwater van te maken. En even voor de duidelijkheid, het water uit de Maas wordt eerst voorgezuiverd, zodat stoffen die schadelijk zijn voor de natuur niet in de duinen terechtkomen. Naast deze manier van water zuiveren worden er ook nog andere technieken onderzocht. Een optie zou bijvoorbeeld zijn om direct rioolwater te zuiveren tot drinkwater. Klinkt smerig, maar oké, we zijn goed in zuiveren, zegt Roos. Een andere optie is om bijvoorbeeld brakgrondwater te gaan gebruiken. Dus dat is niet helemaal zoet, maar een klein beetje zout. Vooral rondom de kustgebieden is er best wel veel brakgrondwater te gebruiken. Dus misschien zou dit een aanvulling kunnen zijn als drinkwaterbron. En dat brakke water zuiveren doen we nu nog niet. Want nu gebruiken we zand als filter en dat haalt geen zout uit het water. Daarom is er een testlocatie gebouwd waar wetenschappers kijken hoe ze van brakgrondwater toch drinkwater kunnen maken. Ze gebruiken daarbij membraanfilters. Dit zijn eigenlijk hele lange buizen waar met veel druk het water doorheen wordt geduwd. En het schone water dat eruit komt, dat kan gebruikt worden als drinkwater. En de vervuiling die blijft eigenlijk achter in het filter. Dus eigenlijk een soort koffiefilter, maar dan nog met veel kleinere gaatjes. Je zou zeggen, dit is de toekomst. Kan dit alle problemen oplossen? Je kunt met membraanfilters heel veel vervuilingen uit het water halen. Dus het is inderdaad een goede oplossing. Echter kost het ook veel energie, dus daarom is het ook niet altijd de meest ideale oplossing. Brak water zou in de toekomst dus een noodoplossing kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld door droogte tekort aan drinkwater dreigt te ontstaan. Maar het is geen duurzame oplossing dat ons waterprobleem helemaal oplost. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit in Nederland niet nog meer verslechtert. Ten opzichte van 50 jaar geleden gaat het al een stuk beter met onze waterkwaliteit. Maar die verbetering die stagneert. En ondertussen kijken we toe hoe die Europese deadline van 2027 steeds dichterbij komt. Mensen vragen wel eens aan mij van wat kan ik nou zelf doen? Nou, natuurlijk is het goed om minder water te gebruiken of er in ieder geval goed op te letten. Maar de grootste vervuilingen komen toch echt vanuit die industrie. Dus daarom is strenge wetgeving vanuit de politiek echt hard nodig. Oké, Roos, dankjewel. Om ons waterprobleem op te lossen zijn we dus echt afhankelijk van de politiek. Maar wetenschappers zoals Roos zorgen er in elk geval voor dat jij schoon water uit de kraan krijgt. Over de kwaliteit van ons drinkwater hoeven we ons geen zorgen te maken. Want wij als wetenschappers en de drinkwaterbedrijven doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er schoon en veilig drinkwater uit jouw kraan komt. Tot de volgende! Smaakt goed. Smaakt goed, ja. Goed water, ja. Hoi, ik ben Marijn van de Universiteit van Nederland. Krijg jij nou geen genoeg van wetenschap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je nooit iets en we delen daarin nog veel meer interessante inzichten. De link vind je in de beschrijving.